We zijn nu op het project AWP. Het project bestaat uit drie peststations die we aan het renoveren zijn. Het zijn bestaande peststations uit de jaren 70. Nou, GMB is de hoofdaannemer van dit werk. En wij hebben een aantal partners samengebracht. Onder andere Roy Haaskoning DRV, Hoppenbrouwers en Pentair. En met die partners bestieren we de complexiteit van dit werk. Doordat we de pomp, de besturing, maar ook de systeemweerstand hebben ontworpen. En door die drie te combineren, kunnen we virtueel de pompen al in bedrijf stellen. Ja, virtual commissioning is in feite goed beslagen ten ijs komen. Wanneer moet je met één pomp in bedrijf gaan en wanneer moet een tweede pomp erbij en wanneer moet je hem weer afschakelen? Op welke toerentallen moet je dat doen? Je simuleert het in feite. Ja, elke partij heeft zijn eigen expertise. Wij hebben kennis van hydrauliek. Dat stopt niet bij de pomp. Dat is ook een stuk ervoor en een stuk daarna, zuigleiding, persleiding. We zijn innovatief. De R&D die is in Winterswijk gevestigd. De hele productie, zowel van gieterij tot aan de proefstand, dat gebeurt allemaal in Winterswijk onder één dak. Dat maakt me trots. Hoppenbrouwers is verantwoordelijk voor de elektrotechnische installatie en de procesautomatisering voor zowel in het ontwerp als de realisatie daarvan. Mijn rol daarbinnen is dat ik een bestuursplan maak met een functionele omschrijving aan de hand van het hydraulisch ontwerp van RADRV. Daarnaast hebben we de PLC en de SCADA software gemaakt. Deze hebben we getest zowel intern met partners als extern met de klant. Het mooie in dit project is ook dat we de bestuurssoftware hebben gekoppeld aan de digital twin die door RADRV is gemaakt. Hierdoor zijn we in staat om virtueel alvast te testen en te fine-tunen. Roy Haaskoning DRV is als engineering, consultancy, technologie en softwarebedrijf verantwoordelijk voor het hydraulisch ontwerp van de AWP. En daarvoor hebben we een hydraulisch digitaal model gemaakt. En dat bootst precies na wat er ook in de werkelijkheid gebeurt. Het hydraulisch model hebben we uitgebreid tot een digital twin. De inbedrijfstelling van zo'n groot peststation brengt risico's met zich mee. De pompen zijn heel groot, de leidingen zijn heel groot. De virtual commissioning heeft een aantal voordelen. Ten eerste kunnen we testen in een veilige omgeving, zonder dat er iets kapot gaat. We kunnen vaker testen en langer testen. We kunnen zelf scenario's invoeren zoals neerslag, zonder dat we het risico hebben op een overstort. En tenslotte zorgt dat ervoor dat we uiteindelijk de locatietest veel sneller kunnen uitvoeren. Waar ik het meest trots op ben, is de integrale samenwerking. We hebben intensief samengewerkt om risico's te beheersen en zonder elkaars belangen in de weg te zitten, maar ook zonder dat dat tot problemen leidt, een goed eindresultaat gebracht. Waarbij ieders vanuit zijn eigen belang wel disciplineoverschrijdend heeft geacteerd. De volgende stap is dat we na de inbedrijfname de digital twin gebruiken voor het optimalisatie van regelingen. Zolang je innovatie tot belangrijk hebt zeg maar in je organisatie, dan is de toekomst rooskleurig. In die zin van de toekomst gaat veranderen en als je daarop kunt anticiperen, dan zul je altijd de markt kunnen bedienen.